Klaas Hoekman uit Amsterdam groeide op in de vissersdorp Urk. Jarenlang was Hoekman oncoloog in Amsterdam. En als jongetje was hij geboeid door het orgel in de Urker Bethelkerk. De voormalige arts speelt nog altijd graag orgel. En op een zomerdag in 2017 loopt Hoekman naar de Rooms-Katholieke Sint Agneskerk in Amsterdam. Daar speelt hij geregeld tijdens de diensten. En op de stoep komt hij de pastoor tegen. Hoekman loopt de kerk door op weg naar het orgel.